Wereldwijd wordt jaarlijks op 15 mei de Internationale Dag van het Gezin gevierd. Op deze dag wordt stilgestaan bij het belang van het gezin en de positie van ouders en de kinderen in het gezin. Volgens doelparlementariër Karel Breeveld is deze dag belangrijk omdat we vooral in deze periode aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van het gezin. Het geeft aan dat we enorm aandacht moeten besteden aan het gezin, aan de kwaliteit waarin het gezin zich bevindt op dit moment. En dat is internationaal, want het is een besluit van de Verenigde Naties toen. En ik denk dat we in Suriname zelf gewoon veel meer tijd en aandacht hieraan moeten besteden. Ik heb pas ook gezegd dat Moederdag net geweest is. Nu is het dag voor het gezin. Het zou mooi zijn als je een totaal programma zou kunnen neerzetten waarbij beide zaken belicht konden worden. Want dan heb je een integraal geheel om na te denken over hoe kun je als gezinnen in Suriname van het punt waar we nu zijn naar een verder punt komen. Aldus doelparlementariër Karel Breeveld. We spraken ook een burger die aangeeft waarom hij het belangrijk vindt om de dag van het gezin te herdenken. Het is een van de drie instellingen van de almacht. Eerste is gezin, tweede is overheid en derde is kerk. Maar als gezin niet werkt, werkt niks. Dus het is voor de hele wereld een van de meest belangrijke dagen. Het gezin voor mij is het eerste dat de Schepper heeft bedoeld om zijn koninkrijk hier niet alleen te doen stichten, maar ook dat we leren hoe we met elkaar moeten omgaan. En als er geen structuur is in een gezin, dan is er ook geen structuur in de gemeenschap. En dan heeft de overheid eigenlijk ook een heel moeilijke rol. Dus zonder de bijdrage van de gezinnen heeft de overheid eigenlijk geen rol. Tot zover de mening van een burger over het belang van de Internationale Dag van het Gezin. Wereldwijd wordt op 15 mei deze dag gevierd.